Hey, Ronnie hier van de Merkshop. Ik heb vandaag een hele leuke truc voor je met 4 azen. Let goed op, het gaat razendsnel. Nou, voordat ik begin, in sommige culturen is de schoppenazen een speciale kaart, dus die bewaar ik voor het laatst, oké? Maar let goed op, want de rest gaat razendsnel. Het eerste wat ik doe is dit. Knip in mijn vingers en één van die azen, in dit geval de klaveraas, die draait zich vanzelf om. Zag je dat? De klaveraas draait zich om. Ik doe het nog een keer. Deze keer met de harten. Oh, sorry, dat is niet de harten, dat is de ruiten. Ze lijken ook op elkaar. Nou, weet je wat, nu ik toch hard heb gezet, dan doe ik harten nu. Het enige wat ik doe is dit. 1 ding en nu ligt in 1 keer de hartenaas als enige omgedraaid in het spel. Nou, ik weet wat je denkt. Nu die schoppen nog. Nou, die schoppen die zou ik als laatste bewaren, dus die doe ik ook als laatste. Die is namelijk speciaal. Moet ik 1 keer draaien, 2 keer draaien, geloof het of niet, maar dan liggen alle 4 azen in 1 keer weer goed. En dan hebben we 1, 2, 3, 4 azen die helemaal goed liggen. Hé, hey, dat ging mooi, hè? Maar weet je wat? Ik ga het nog een beetje speciaal doen. Want ik heb nu 1, 2, 3 azen heb ik goed liggen. De schoppenaas nog niet. Maar dat was een speciale. Ik ga 3 dingen tegelijk doen. 1, ik ga de schoppenaas laten verdwijnen. 2, ik ga de schoppenaas bij die andere azen laten komen. En 3, ik ga deze kaarten volledig veranderen. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3. Ja, die is weg. Oh, en die is weer terug. En de kaarten zijn veranderd. Zie je het niet? Ja, misschien voor het ongetrainde oog is het lastig te zien. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat die kaarten wel degelijk veranderd zijn. Want die zijn nu allemaal anders van kleur. Had ik misschien van tevoren moeten zeggen. Neem je het kwalijk.